Toen dat ik gisteren te horen kreeg dat ik met mensen met een beperking ging moeten werken. Ja, handicappen dus. Dacht, man, ik ga hier zo een week keihard afzien. Die zijn zo raar en oh, ik blijf daar liever vanaf. Maar nu, na hier 2 dagen te werken, allee, ben ik echt tot de vaststelling gekomen dat ik dat echt nooit had mogen zijn. In het begin was ik zo wel een beetje bang van die mensen en durfde ik er zo niet mee praten en niet mee omgaan. Ja, het zijn nog altijd steeds handicappen, of ja, beter gezegd, mensen met een beperking. Ja, die gedragen zich anders, hè. Maar nu, na hier 2 dagen te werken, voor mij hebben die eigenlijk geen beperking meer. En dat zijn doodgewone mensen, hè. We doen hier alle werkjes, bijvoorbeeld compost en de dieren eten geven, compost maken dus. We doen allemaal samen en ja, ik moet ze wel een beetje begeleiden en ik moet vaak dingen herhalen en vaak dingen heel, heel goed uitleggen. Dus heel stap voor stap en heel duidelijk zijn wat ze moeten doen. Maar uiteindelijk doen die dat goed. Die kunnen dat zelf helemaal zelfstandig. Die zijn veel opener. Dat anders gedragen kun je ook positief ervaren. En er is ook een mogoltje, Filip, en die is onvoorstelbaar cool. En ineens komt hij naar mij storm. En dan tikt hij mij en wil hij mij zo knuffelen en springt hij op mij. Echt een hele cool. En is het ook de hele tijd zo. Zo allemaal stomme dingen te doen, maar dat is onvoorstelbaar grappig. Ik ben heel blij dat ik deze hier kan doen en dat ik ja, met die mensen kan werken en dat ik eindelijk gezien heb dat die anders zijn dan dat ik verwacht had. Ik vind het gewoon heel tof om met hen er samen te werken. Ik denk zelf dat ik nog tegen het eind van de week al die mensen hier echt nog ga missen, want ja, dat is helemaal tegen de verwachting, maar jongens toch.